stickers vallen. Oké, goedemorgen iedereen. Welkom ook allemaal namens mezelf. Als alles goed gaat, kan ik hier naar de volgende slide meteen gaan. Zoals Hannes introduceerde, ik werk voor zowel TML als voor Telraam. Dat is een dochteronderneming. Die dochteronderneming is opgericht door TML en Mobiel 21. Je ziet mezelf daar met een aantal collega's. En we zijn gevestigd vlak bij het station van Leuven. Telraam, dat hoef ik ook niet uit te leggen. In een internationale context moeten we daar dikwijls wat duiding bij geven van waar komt het woordje Telraam. Maar het is ook niet zomaar dat we dat genomen hebben. Het gaat ook over tellen aan het raam. En uiteraard is dit ook iets wat jullie misschien zelf ook nog lang geleden, nog voor de computers bestonden, ook gebruikt hebben. Naar aanleiding van de lessen rekenen of wiskunde. Nu, een telraam is uiteraard een toestel om verkeer te tellen. Dat is toch de moderne variant die wij hebben gemaakt. Ondertussen bestaat het systeem een dikke 3 jaar. De allereerste telramen die nog steeds tellen, tellen ondertussen meer dan 3 jaar. We zijn volop bezig met een nieuwe sensor. Die ga ik zo meteen laten zien. Dit is de huidige sensor en die telt... niet alleen voetgangers, maar ook tweewielers, dus voornamelijk fietsen, auto's en zwaar verkeer. Het toestel meet ook de gemiddelde snelheid van auto's en weet ook eigenlijk de rijrichting te onderscheiden. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste aspecten die nodig zijn om een inzicht te krijgen in de verkeersvolumes en ook in die gemiddelde snelheid. We doen dat bij daglicht, dus 's nachts wordt er niet geteld. Voilà, dat zijn eigenlijk de kenmerken van de sensor waar ik het vooral over wil hebben. Dat is de sensor die jullie links in beeld zien. Dat is nog met de oude camerahouder. Ondertussen is er een andere 3D geprinte camerahouder die daarop staat. Maar wij zijn ook volop bezig met de voorbereiding voor de marktintroductie van een spiksplinter nieuwe sensor die begin volgend jaar op de markt komt. Uiteraard dezelfde categorieën zal tellen, maar nog meer categorieën. Dus ook bijvoorbeeld motorfietsen of bestelwagens. Zeker in een stedelijke context is dat ook wel relevant om te weten wat het volume van bestelwagens bijvoorbeeld is. Steeds meer leveringen aan huis van pakjes. En die bestelwagens nemen soms ook steeds grotere proporties in, zeker ook in woonstraten. We gaan ook 's nachts kunnen tellen met de nieuwe sensor, wat betreft gemotoriseerd verkeer. En het systeem zal ook iets eenvoudiger te installeren zijn. Niet dat dat nu een groot probleem is, maar wij werken via de thuis wifi of de wifi in het gebouw waar het toestel moet geconnecteerd worden. En met het nieuwe toestel zal dat een digitaal signaal zijn. Dus we zijn niet meer gebonden aan de wifi-verbinding. Een aantal vergelijkingen tussen Telraam en de traditionele meetmethodologie. Telraam is eigenlijk een heel goedkoop systeem. Voor een €120 heb je zo'n toestel waarmee je een heel lange periode kunt gaan tellen. Zoals ik daarnet zei, de eerste toestellen hangen bijna of langer dan 3 jaar op. Bij traditionele meetmethodologie, en dat kan je best aanzien als een, bijvoorbeeld een slangentelling, die bij u in de buurt ook wel eens te vinden is, die over de breedte van de weg wordt gespannen, is dat meestal van korte duur, een week, 2 weken, een maand, zeker niet veel langer. Een ander element is hoe dat wij werken, is uiteraard volgens de principes van burgerwetenschap. Het is eigenlijk dankzij burgers, maar ook scholen, kantoorgebouwen, politiekantoren bijvoorbeeld, dat wij verkeerstellingen binnenkrijgen. Dus een geëngageerde deelnemer die bereid is om vanuit het raam het toestel op te hangen en te kunnen tellen. Door het feit dat het een vrij goedkoop systeem is, zorgt het er ook voor dat we op veel meer locaties kunnen gaan tellen en dus een veel fijnmaziger beeld ook kunnen krijgen van verkeerstellingen. Daar waar dat bijvoorbeeld met die klassieke meetmethodologie aan de hand van slangentellingen, dat dikwijls gelimiteerd is tot de hoofdwegen, om daar inzicht te krijgen.
We tellen multimodaal, hè, dus 4 categorieën met de huidige sensor, nog meer categorieën met de nieuwe sensor. En dat is ook gelimiteerd met de klassieke meetmethodologie. Dikwijls is dat enkel het onderscheid tussen auto en vrachtwagen. Heel af en toe ook de fietser die wordt geteld, maar zeker nooit niet de voetgangers. De meetuur is dus een stuk langer en wij visualiseren ook die data aan de hand van een open data platform. En dat is toch wel een van de belangrijkste verschillen. Het feit dat die informatie open en bloot beschikbaar is voor uzelf, maar ook voor andere personen, maakt dat we veel transparanter met die informatie omgaan. En dat het niet enkel en alleen een Excel-sheet is die de lokale betrokken mobiliteitsambtenaar of politieambtenaar of inspecteur te zien krijgt. Wat betreft de nauwkeurigheid doen wij heel veel validaties, ook deelnemers, maar ook lokale politiezones doen voor ons die validaties. En dan moeten we vaststellen dat we minstens even goed scoren wat betreft auto's voor die klassieke meetmethodologie. En afhankelijk van de opstelling is dat ofwel beter ofwel in dezelfde buurt van die foutenmarge voor fietsers, voetgangers en zwaar verkeer. Dus dat hangt een beetje van de opstelling. Dat is altijd belangrijk. Telram is een systeem dat we uiteraard vanuit Mobiel 21 en TML hebben ontworpen, maar het zou zover nog niet staan mochten we dat niet kunnen doen met bewoners, met leerlingen, met schooldirecties, met buren, dus met heel veel verschillende actoren. En dat is denk ik de reden ook waarom dat jullie deze sessie volgen, om te zien van op welke manier gaan jullie aan de slag in schoolomgevingen. Voor ons maakt het eigenlijk niet uit wie er telt. We zien dat zowel in binnen- als buitenland zeker ook heel wat scholen ermee aan de slag gaan. En dan zijn dat zowel lokaal, lager onderwijs, maar ook zeker en vast ook middelbaar onderwijs. Een leerling of een school is wat ons betreft ook een burger, hè, iemand die in de buurt van de school woont, werkt, actief is, de verplaatsing maakt naar die schoolomgeving. Dat is natuurlijk ook de kracht van Telraam om te gaan samenwerken met burgers. Hè. Maakt dat je op elk adres een toestel of op quasi elk adres een toestel kunt installeren. Dat je burgers ook mee betrekt in het lokale beleidsproces rond mobiliteit. Hè. Je geeft hen inzicht tot heel wat objectieve meetgegevens. En dat zorgt ervoor dat je discussies kunt onderbouwen. Hè. Dat je het buikgevoel kunt gaan objectiveren van sommige mensen die zeggen van er wordt hier veel te snel of te veel gereden, veel te veel auto's. Maar ja, wat is natuurlijk veel te veel? Hè. Laat ons dat objectief ook onderbouwen. Dus dat is zeker en vast een krachtig element in de aanpak van Telraam. Ik zei daarnet op quasi elke locatie, dat zijn ongeveer 65-70% van de woningen, schoolgebouwen, kantoorgebouwen die geschikt zijn om te kunnen tellen. Hier zien jullie een beeld van een locatie die prima geschikt is om te tellen. Hè. Dus er moet een wifi-verbinding zijn, een vrij zicht, dat wil zeggen geen vliegraam of een grote boom die voor het raam staat. Je moet kunnen tellen van op het eerste of tweede verdiep. Wij hebben ook een maximum afstand, hè, ongeveer 15 meter. Dat kan iets meer zijn, maar zeker niet meer dan 20 meter. Het toestel moet ook loodrecht gericht zijn naar de straat en ook niet in de buurt staan van bijvoorbeeld een kruispunt of een rotonde waar dat eigenlijk heel wat verschillende stromen zouden samenkomen. Hè. Bijvoorbeeld een marktplein of zo. Dat maakt het heel moeilijk om eenduidig te kunnen tellen, om te kunnen weten van waar komt welke stroom nu. Dus meestal wordt het eigenlijk in woonstraat of in de buurt van scholen geïnstalleerd. Wij hechten heel veel belang aan privacy. Dat is een belangrijk issue.
te meer omdat je, ja, we werken met cameramethodologie. De camera die wij gebruiken is een lage resolutiecamera. Die zorgt er eigenlijk voor dat je nooit een nummerplaat of een gezicht kunt herkennen. En ik laat hier het beeld ook zien wat eigenlijk de camera kan zien. Dus het systeem laat toe om één foto per dag in het eigen persoonlijke dashboard op te laden. En dat dient eigenlijk om te weten van, staat mijn telraam nog altijd goed gepositioneerd of niet. Laat het de breedte van de weg zien en niet bijvoorbeeld de wolken of iets anders aan de overzijde van de straat. We zijn geen flitspaal of geen ANPR-camera waar heel wat lokale besturen ondertussen mee aan de slag zijn. Of het is ook niet iets wat gebruikt wordt voor trajectcontrole bijvoorbeeld, waar ook ondertussen heel wat lokale besturen mee aan de slag zijn. Het is eigenlijk een lage resolutiecamera die wij nodig hebben om objecten te kunnen herkennen. Die objecten worden herkend op basis van bepaalde afmetingen. En die objecten worden dan omgezet, geclassificeerd in een van die vier categorieën. Dat is eigenlijk grosso modo hoe het algoritme werkt om verkeer te kunnen tellen. En wat kan je dan doen met telraamdata? Dat is eigenlijk oneindig. De verkeerstellingen zijn niet alleen een basis voor dialoog met inwoners, maar kunnen voor heel wat lokale verkeersmaatregelen zorgen. Bijvoorbeeld als de rijrichting moet omgedraaid worden of als de gemeente een aantal wijzigingen in de parkeerregeling wilt nemen. Maar ook bijvoorbeeld om een zicht te krijgen op sluipverkeer. Sluipverkeer kunnen wij heel eenvoudig uit de telraamdata halen, maar ook meer ingrijpende maatregelen, zoals de wijziging van verkeersplannen of een mobiliteitsplan bijvoorbeeld in een gemeente. Daarvoor wordt ook dikwijls telraamdata gebruikt om een nulmeting te doen en om dan ook de effecten te kunnen monitoren. Dus heel divers wat je allemaal met verkeersdata kan doen. En dit is eigenlijk de informatie wat betreft de gemeente, maar op schoolniveau kan je natuurlijk ook nog een sprong verder gaan. En dat gaat straks ook zo meteen duidelijk worden. Ik had het daarnet over open data, het transparant maken van die gegevens. Dat is heel belangrijk. Dat is een van de basisprincipes hoe dat wij aan de slag zijn gegaan. Dus je kan elk telraam wat wereldwijd is geïnstalleerd, en dat is ondertussen ook buiten België of Vlaanderen het geval. We zijn aan de slag in Nederland, in Duitsland, in Berlijn is er bijvoorbeeld een groot netwerk in voorbereiding. Dus elk wegsegment dat een kleurtje krijgt, waar dus op dit moment ook verkeerstellingen aanwezig zijn, die kan je ook aanklikken en daar kan je ook gaan kijken wat die verkeersvolumes zijn. Nu, de sessie van vandaag gaat ook vooral ook over de aanpak in samenwerking met scholen. We hebben verschillende projecten lopen. Het eerste project wat we doen en wat eigenlijk momenteel nog altijd loopt, is een eerste test die we gedaan hebben samen met het VSV in 12 scholen in Vlaanderen. Dat gaat zowel over lager als middelbaar onderwijs, gespreid vanuit alle mogelijke hoeken in Vlaanderen, waar een oproep gedaan is met de vraag van wie of welke school is er geïnteresseerd om één of twee telramen op te hangen, waar de schooldirectie en of een leerkracht op geantwoord heeft en vervolgens in samenwerking met VSV die telramen ook geïnstalleerd zijn. Waar dus een telraam vlakbij de school, schoolpoort of in de buurt van de school is geïnstalleerd en waar de tellingen ook gebruikt worden in het kader van de lessen, van inzichten die worden gegeven voor de schooldirectie. En wat eigenlijk een eerste kennismaking is van telraam met die scholen. En er is ook een heel educatief pakket die daarbij komt kijken wat uit een Europees project wordt is gedestilleerd en wat volop ook verder in ontwikkeling is om dat uit te rollen naar scholen. Een ander project waar dat we op dit moment volop mee bezig zijn is School op de Teller. Ook samen met VSV Mobiel 21 en dankzij financiering van het departement Mobiliteit van de Vlaamse overheid.
die vertrekt vanuit het aspect van een verkeersveilige en gezonde route, hè, om ook naar school te gaan. Maar dat we toch moeten vaststellen dat dat zeker en vast nog niet overal het geval is. Hè. Op welke manier kunnen kinderen zich naar school bewegen? Is dat op een veilige manier? En zo niet, op welke manier kan dat dan veranderd worden? Dus deze aanpak gaat een stukje verder dan het vorige project. Gaat ook gaan kijken wat zijn mogelijke oorzaken, hoe kunnen we dat aanpakken, op welke manier kunnen we daarmee aan de slag, hoe moeten we gaan meten en evalueren. En zo zijn we dus ook de afgelopen maanden van start gegaan in een drietal gemeenten, dat is in Hooglede, Rotselaar en in Aalst, samen met scholen. Om dus diverse telramen op te hangen in de schoolomgeving, samen met verschillende leerkrachten, maar eigenlijk ook die vraag te stellen aan ouders en leerlingen die in de buurt van de school wonen om telramen op te hangen. En het project is eigenlijk nog volop bezig. Er worden nog heel wat verschillende stappen gezet. De eerste lespakketten zijn ondertussen gedeeld ook met de leerkrachten. Hebben de afgelopen weken zijn die gebruikt ook in de verschillende lessen. Maar er gaan nog heel wat andere zaken volgen, zoals bijvoorbeeld een participatieworkshop of een speelplaats, babbel met de kinderen en vervolgens ook testopstellingen. De eerste stap die in dit project is gebeurd, is eigenlijk de activatie van een telraamnetwerk. Hè. Zoals ik daarnet zei, dat hebben we gedaan in Rotselaar, Aalst en in Hooglede. Dus diverse telramen geactiveerd, niet alleen aan de school, maar ook bij bewoners vlakbij de school. Een tweede aspect zijn de lespakketten die ontwikkeld zijn. Zo'n lespakket, dat moet je zien als een verhaal dat eigenlijk vertrekt vanuit een veel bredere context. Hè. Zijn de klimaatverandering, maar ook het aspect van mobiliteit en transport daarin. En wat is eigenlijk de impact van transport, van bedrijven, maar ook van individuen, gezinnen. En hoe kan je je eigen persoonlijke impact daarin becijferen en weten wat jouw aandeel daarin is. Er zijn raakvlakken voor diverse vakken, zowel aardrijkskunde als kunst, als wetenschap en wiskunde. Hè. Het feit dat je met data aan de slag gaat, dat we aan de hand van telraamdata dus grafieken kunnen laten zien, intensiteiten op dagniveau, en dat je daar dus heel wat interessante cijferreeksen ook hebt waar je mee aan de slag kan in de lessen wiskunde. Maar ook aspecten zoals taal. Hoe ga je je reis van thuis naar school vervolmaken, op welke manier, als je kijkt naar de toekomst en je zou als leerling zelf de kans krijgen om 20 of 30 jaar verder te kijken en te zeggen hoe dat jij wil dat kinderen zich samen met jou verplaatsen naar school, dan laten we kinderen ook dromen en dan kan er bijvoorbeeld een aanzichtkaart opgemaakt worden in het kader van die lessen. Dus heel veel verschillende raakvlakken met diverse lessen. En dit is eigenlijk een pakket wat volledig voorbereid is en ondertussen ook al een aantal keer is toegepast in verschillende scholen. Niet alleen tijdens de lessen is het belangrijk om daarbij stil te staan, maar eigenlijk ook te gaan kijken. Door het feit dat we gaan tellen in de ruimere schoolomgeving, willen we eigenlijk ook de buurt betrekken. De buurt om niet alleen draagvlak te krijgen, maar eigenlijk ook te gaan kijken van ja, wat zijn mogelijke oplossingen om die schoolverplaatsingen voor een stuk duurzamer te maken. Om eigenlijk ouders ook die een alternatief hebben te ontmoedigen om met die auto tot aan de schoolpoort te komen en de mogelijkheid te geven om dat op een alternatieve, meer duurzame manier te kunnen doen. Maar ook te gaan kijken wat zijn eigenlijk de knelpunten in de buurt van die school. Hè. Hoe staat het met de fietspaden? Hoe staat het met de voornaamste fiets- en wandelroutes? Zijn daar optimalisaties mogelijk? Dus dat is ook een aspect wat wordt bekeken samen met de buurt. Hè. Dus daar volgen zeker ook nog contactmomenten, workshops, zoals jullie hier ook op de foto kunnen zien. Een
Een ander aspect is dat samen met de leerlingen ook wordt gekeken aan de hand van de vorige stappen die ik zo net heb toegelicht, dat leerlingen op de speelplaats ook verder in dialoog gaan en gaan kijken van ja, hoe hebben zij nu die verkeersstelgegevens geïnterpreteerd? Wat hebben ze geleerd uit hetgene wat in de lessen, zoals ik daarnet heb toegelicht, aan bod gekomen? Wat hebben ze kunnen vaststellen uit hetgene gemeten is in de schoolomgeving en hoe zouden ze op basis van die informatie een ideale schoolomgeving gaan creëren? Wat zijn eigenlijk de belangrijkste punten om daar verder werk van te maken? En zo laten we eigenlijk kinderen ook heel concreet daarmee aan de slag gaan en een droombeeld, wat ook toch wel vrij realistisch kan worden opgesteld. Is zeker ook een aandachtspunt in die benadering. Hoe zouden zij die schoolomgeving verder uittekenen, mochten zij bijvoorbeeld schepen zijn of burgemeester in hun eigen gemeente? En vervolgens wordt er ook werk gemaakt van, dus het blijft niet alleen bij dromen. De bedoeling is ook dat er effectief op het terrein concrete inspanningen kunnen gebeuren en dat er dus werk wordt gemaakt van een testopstelling. Dit is ondertussen ook al een eerste keer het volledige pakket hier uitgerold in Heusden-Zolder bij een schoolomgeving, waar dus ook ondertussen testopstellingen hebben plaatsgevonden en waar eigenlijk ook met een heel traject voorafgaand ook met de buurt, met schooldirectie, met leerkrachten een uitgebreide consultatie geweest is, samen aan een voorstel wordt gewerkt en bijvoorbeeld een aanpassing van de rijrichting of aanpassingen in het parkeren worden toegepast om vervolgens ook te gaan meten, ja, wat zijn eigenlijk de verschillende effecten? Of bijvoorbeeld de installatie van een schoolstraat die dan ervoor zorgt dat eigenlijk ja, de onmiddellijke schoolomgeving gevrijwaard wordt van gemotoriseerd verkeer en ouders die dan toch met de auto komen, worden aangezet om een alternatieve route te nemen of de stap ook te zetten om met de fiets of op een andere manier naar school te komen. Die testopstelling wordt ook geëvalueerd op basis van gegevens, maar ook op basis van kwalitatieve en niet alleen kwantitatieve gegevens. In zo'n project is ook de bedoeling natuurlijk dat je voortdurend verder ook informatie gaat uitwisselen, dat je niet alleen tussentijds, maar dat het hele verhaal van Telraam, en wij hebben dat binnen dit project de Telraam Kinderuniversiteit ook genoemd, dat dat ook verder aan bod komt in de lessen en dat de verschillende betrokkenen ook bevraagd worden via enquêtes. Voilà, dit was in snel tempo mijn presentatie wat betreft Telraam. Ik denk dat ik nog wel een paar minuten tijd heb om eventuele vragen te beantwoorden. Ja, anders... ik ga misschien nog eventjes starten, Wouter, of dat kunnen we ook uiteraard helemaal op het einde doen met een poll. Ja. We hebben ook een poll voorzien. Ik ga hem eventjes lanceren, omdat we wel benieuwd zijn, Wouter en ik, naar jullie antwoorden. Dus ik ga hem eventjes openen. Dus de vraag is: overtuigd om met Telraam aan de slag te gaan op en rond de school? Dus we zijn benieuwd naar jullie reacties en ik laat de poll eventjes lopen, zodat jullie allemaal de kans krijgen om te antwoorden. Ondertussen zien we de antwoorden binnenkomen. Dus ik denk dat de meeste mensen ondertussen wel aan het reageren zijn. En ik ga ondertussen stilaan de resultaten bekendmaken. Voilà, dus ik denk dat we de resultaten wel binnenkrijgen. Dus 14 personen, maar liefst 15 ondertussen, zeggen dat ze inderdaad bereid zijn of interesse hebben om aan de slag te gaan met de poll. En maar liefst 8 mensen zeggen van ja, misschien gaan we dat wel doen. Ik ga ook eventjes kijken naar de vragen die we hier zien. Er zijn een aantal, Wouter. Ik ga ze eventjes overlopen. De eerste vraag die komt van Jerika. Zij zegt van kijk, ik ben benieuwd wanneer dat de nieuwe producten of de nieuwe toestellen beschikbaar zijn. Ja, dat is vanaf begin volgend jaar. We gaan
een groot project doen. Dat wordt gelanceerd ergens begin februari. En dus eerder eind februari zal het zijn dat de nieuwe toestellen ook voor andere steden en gemeenten beschikbaar zullen zijn. Dus nog een paar maanden wachten, ergens tweede helft van februari volgend jaar. Oké. Gunther die vraagt, is er een verschil tussen telraam op gelijkvloers of het eerste verdiep? Is er een probleem als er een parking voor staat? Is zijn tweede vraag. Ja, dus we willen een vogelperspectief creëren om op die manier, als er een fietser achter een bestelwagen bijvoorbeeld rijdt, om die ook gezien te hebben. Dus dat is een van de voornaamste redenen om ook op het eerste of op het tweede verdiep te kunnen tellen. Dus om vanuit een bepaalde hoogte te kunnen tellen, om eigenlijk verkeer dat achter elkaar zich situeert ook vlot te kunnen tellen. Dat is de reden waarom dat we op de eerste of tweede verdieping tellen. Op het gelijkvloers gaat dat meestal niet, dat is te laag. Hè. 2 meter of 2,20 meter is te laag, tenzij dat het een woning is met hele hoge ramen, en zo'n oud herenhuis met ramen tot 3 meter hoog, dan kan je wel het telraam helemaal bovenaan hangen. Dus, en als er een parking voor de woning is, bijvoorbeeld een oprijlaan bijvoorbeeld, of een kleine voortuin waar af en toe wel eens een wagen geparkeerd wordt, dat is absoluut geen probleem. Als dat natuurlijk een parking is van de lokale Aldi en er wordt geteld vanuit lokale Aldi, ja, dan ga je wel problemen hebben, want dan laat die vooral de mobiliteit van de parking zien. Elke oprit bij een persoon thuis of bijvoorbeeld een paar wagens die 's ochtends voor de school geparkeerd staan, dat hoeft op zich geen probleem te vormen. Is het een probleem, Wouter, als er een parkeerstrook is voor de rijbaan? Nee, dat is geen probleem. Oké. Okay. Gunther die vraagt ook wat de kostprijs is van telraam. Ja, ongeveer €120, maar wij werken meestal met steden en gemeenten in trajecten samen, waar dat we ook workshops en ondersteuning bieden. En dan ligt het bedrag natuurlijk iets hoger, hè, omdat we ook een netwerkdashboard bijvoorbeeld aanbieden, waarbij daar steden en gemeenten mee aan de slag kunnen gaan. Dus als daar concreet interesse zou zijn, aarzel niet om mij een mailtje te sturen, om dan te kijken in hoeverre dat we dat kunnen oppikken samen met lokale bestuur. Als het enkel één toestel zou zijn voor de school bijvoorbeeld, dan is dat ongeveer €120. Dus dat is zeker ook beperkt. En dan kan je autonoom aan de slag gaan. Als je echt op een structurele manier in de schoolomgeving, zoals ik net ook het project School op de Teller heb toegelicht, wil aan de slag gaan, ja, dan heb je wel wat meer nodig. Oké, okay, super. Gunther antwoordt alvast top, dus die is overtuigd, denk ik. En dan een laatste vraag, want we hebben nog een minuutje over. De laatste vraag komt van Laidia. Zij vraagt, wij hebben eerst, dus in het gebouw, we hebben eerst een speelplaats en dan pas de straat. Dus of dat mogelijk is en geen hinder vormt voor het telraam. Ja, voor die telling. Dat hangt er een beetje vanaf hoe diep. Hè. Ik heb daarnet over 15 meter gesproken. Als dat natuurlijk op bepaalde momenten een wemeling is van kinderen, die ook te zien is op het telraam, dan raad ik toch aan om op een andere locatie te kunnen tellen en niet meteen de mobiliteit op de speelplaats te laten zien. Oké. Is het eventueel ook interessant dat mensen naar jullie een foto sturen, Wouter, omdat jullie kunnen inschatten of dat die locatie geschikt is? Zeker, mag altijd. Ja. Voilà, een oplossing daarvoor. Prima. Ondertussen is de sessie zit er helemaal op. Het half uurtje is om. Wouter, eerst en vooral hartelijk dank voor jouw bijdrage aan dit congresverkeer op school. Nogmaals, de sessie is opgenomen, dus voor wie later is ingestapt in deze sessie, kan ze later helemaal terugbekijken. Net zoals alle andere sessies. Dus alle sessies worden opgenomen, dus jullie kunnen later zeker nog eens gaan scrollen door alle interessante items en sessies van iedereen. Wouter, hartelijk dank aan alle deelnemers. Hartelijk dank en graag tot een volgende keer. Dank u wel, Hannes. Dag. Dag.